spanning is te snijden. Kijk, de gezicht is. Oh, Hans, zet hem op, hè. Oh, oh. En wie hebben we daar, Lotte? Ga je winnen, Lotte? Ja? Denk het ook, hoor. Hey. Allemaal boek. Timbuktu. Zara. De Griezelbus. Hans, welk boek heb jij? Meester Jaap. Rolodaal met de geheimzinnige toverdrank. En blauwe plekken. Hartelijk welkom iedereen bij de voorleeswedstrijd van de Morgenster. Ik heb hier links en rechts 6 kampioenen. En we gaan vanmiddag kijken wie de Morgenster kampioen gaat worden. Dat wordt heel spannend. Dan moet je maar eens indenken dat je hier moet zitten straks. Jullie kunnen heel goed gaan helpen. Door heel stil te zijn. Door heel goed te luisteren. En natuurlijk mag je klappen en juichen. Maar dat doen we als degene geweest is. Als die klaar is met lezen. Dan gaan we heel hard klappen. Want dan zijn we hartstikke trots op ze. Jongelui, jullie zijn er in het museum. Dus overal afblijven, mond dicht en luisteren. Gedwee lopen de meester en zijn klas achter haar aan. Wat een stom wijf, professor Mirjam. Sst, zegt meester Jaap. In de grote zaal krijgt de vrouw al meteen ruzie met George, die in een oude stoel inplofte. Jongeman, snauwt ze, ben je niet goed wijs? Dat is antiek, daar ga je niet op zitten. Maar het is toch een stoel, antwoordt Joris droog in te vertellen over een schilderij dat je weeshuis in de 17e eeuw vaststelt. Maar ze vertelt heel lang en saai en de kinderen vallen bijna in slaap, omdat ze hun brood had gestolen. Zitten jullie hier? Ik ben nog meer dan een half uur naar jullie op zoek. En er was ineens een kind weg. Het is geschreven door Paul van Loon. Het gaat over een jongetje onderval. Hij schrijft een verhaal en dat beleeft hij op schoolreisje. En dan ga ik een stukje voorlezen. Zijn rijbewijs gehaald. Elke keer is hij gezakt, omdat zijn rijkunst dodelijk is. Haha. Hij keert zich vlug om en kijkt naar de kinderen die hem doodstil aanstaren. Iedereen voelt zich een beetje ongemakkelijk. Alleen Gino, die houdt zich groot. De gast is vet nep. Een carnavalsfiguur en een raar conducteurspak. Voorleeswedstrijd van 2007 op de Morgenster, wil ik eerst even een heel groot applaus voor alle 6 deelnemers. Dat hebben ze absoluut verdiend. Want je moet hier maar eens gaan zitten. Ja, en dan komt dat ene zinnetje weer, hè. Er kan er maar één de winnaar zijn. Eigenlijk zijn ze alle 6 winnaar, dus we hebben ook voor alle 6 een prijs. Jullie krijgen straks allemaal het Kinderboekenweek geschenk. Ik zal hem even laten zien. Kalua Zong heet van Lydia Rood. Die is zo meteen voor jullie alle 6. Jullie krijgen ook alle 6 een boekenbon, zodat je in de vakantie iets leuks uit kunt gaan zoeken. Maar ja, die winnaar, die krijgt straks ook deze. En we hebben deze al een paar jaar. En hier staan alle winnaars in. Niet met je voet op je benen. Maak het wel spannend. En degene die nu naar voren mag komen, dat is Hans. Gefeliciteerd. Van ons en een boekenbon en het boek. En dan willen we eigenlijk, Hans, dat je nog een stukje gaat voorlezen. Ja.
Mag jij?